Oké, okay, als het goed is kan je het nu zien. Ja, ik heb hem. Heb je hem? Ja. Ben jij dan klaar om de beste supermarkt-tierlist ooit te maken? Ja. Dus supermarkten die we hebben. Aha, Vomar, Aldi, Spar, Jumbo, Hoogvliet, Dirk, De Deen, Co-op, Lidl, Plus en de Aha To Go. Oké, okay, luistert en huftert. Gaan we gewoon van links naar rechts? Van links naar rechts. Ja, is goed. Albert Heijn. Albert Heijn gaan we mee beginnen. Albert Heijn heeft sterk is in orde. Ze hebben altijd, zijn zij, de lead engineer als het gaat in supermarkttechnologie. Maar, aha, is dat een S-tier supermarkt of een A-tier supermarkt? Nou, het is de duurste supermarkt in Nederland. Ik denk dat we daar is dat de duurste? Eens... Nou, ik denk, ik kan met 100% zekerheid kan ik gokken dat dat de duurste is. Is, of het heb... zijn die supermarkten die ik niet ken, weet je wel? Van, zoals die Hogevliet of zoiets, zei je toch? Hogevliet? Hogevliet, weet ik wel wat het is. Ja, die kan je alleen maar vinden in flatgebouwen, man. Daarom is het Hogevliet. Mijn opinie... Het is wel... Heijn, ja. Is duur, maar dan heb je ook wat, weet je? De Vomar. Waar zetten wij de Vomar? Nou, kijk, de Vomar... qua aesthetic... is toch wel, in mijn opinie, wel een beetje ghetto. De Vomar is zeer ghetto. De Vomar heeft toch bepaalde dingetjes die ik heel, heel erg lekker vind. Zoals? En dat is, ze hebben die A-merken natuurlijk. Het is goedkoper, goedkopere A-merken. Mm-hmm. En ze hebben lekker brood. Ik zou A-tier geven eigenlijk. Ja, maar dan stel ik hem gewoon bij B neer. De Aldi, ja. Dan. Ik hoor dat jij niet zo te spreken bent over de Aldi. Aldi, in mijn ogen, D-tier. Nee, dat is incorrect, man. Oké, luister. Ik ga even verklaren waarom de Aldi geen D-tier is. Ik heb altijd lol in de Aldi. Ja? Waarom? Omdat de Aldi, die heeft de meest nichterige namen. Ze hebben zij... Helees Pindakees. Ze hebben, in plaats van... Willy Wonka's Chocolate Factory hebben ze Charlie's Chocolate Factory. Ze hebben het drie kleuren ijsje, a.k.a. het raketje. Ik zet hem wel even op zee neer voor jou. Ja, maar het enige waar ik mee zit is gewoon, je weet gewoon, je zei net het gevoel dat je binnenkomt. Mm-hmm. Het gevoel dat ik binnenkom is meteen, ik wil meteen naar huis. Als ik binnenkom bij de Aldi, want het stinkt gewoon altijd. Het stinkt niet altijd in de Aldi. Luister nou, jongen. Dat is misschien in dat noorden van Holland, daar stinkt het in de Aldi. Maar hier in het westen. Murderde iets minder in de Aldi, de Spar. De Spar, ja. Ja, maar... Maar? Zien ze er goed uit? Ja. Meh? Nee. Spar, ik ben helemaal... Oude Spars zagen er echt crap uit. Maar die nieuwe Spars, dat is alsof je een soort van... bijna een cafeetje inloopt of zo. Ja, maar focus even op de nieuwe. Focus even op de nieuwe. Focus op de nieuwe. Als ik focus op de nieuwe... Hè? Qua mm-hmm. prijs... Mm. En aesthetic, mm-hmm. gok ik A, B tier, niet S. Nou, ik denk A tier is ook te hoog gegrepen. Ik zou een B tier neerzetten. Ja, vind ik goed. De Spar is alleen chill als het 's ochtends is en je op zoek bent naar even een broodje of iets in de richting. Dan denk je, ah, chill, de Spar. Hoef ik ook niet de half Afrika door te lopen in de Albert Heijn. Maar ik ben ook wel meteen mijn portemonnee kwijt. Maar fuck dat, we gaan naar de Jumbo. Jumbo, wat vind jij van Jumbo? De Jumbo? Zonder iets te zeggen... A-tier, ja, precies. Vast, in één keer. De Hoogvliet. Ik denk dat ik jou gewoon de Hoogvliet ga verkopen en dan mag jij zeggen waar die komt. Oké? Okay? Is goed. Allereerst, ja. De Hoogvliet heeft een zelfscankassa. Oké. Okay. Maar, het is wel een zelfscankassa waarbij je geen producten kan weghalen als je ze gescand hebt. Dus dat maakt het misschien voor mij een B-tiertje. Oké. Okay. Ik begrijp dat je een B-tier doet. Ja. Maar, oké. Maar dat maakt niet uit, ik vind C-tier een prima plek. Ik vind C-tier een goeie. De Dirk. Ken ik niet, dus dit is jouw gebied. Oké. De Deen. Ben ik nooit geweest, dit is jouw gebied. Ja, hier ben ik wel geweest. Ik zal je wat vertellen. Achter de
Jumbo zetten, eerlijk gezegd. Achter die Jumbo, weet je, ik hoor niks. Zelfscankassa? Ze hebben zelfscankassa's. Ja, alleen, dat vind ik dan weer jammer, hè. Als je klaar bent met de zelfscankassa, kan je niet kiezen, ik wil een kort ponnetje. Ja, maar dat heeft ook echt alleen de Albert Heijn. Maar Albert Heijn maakt ook de supermarkt meta, hè. Ik ga hem trouwens toch even de Hoogvliet naar de D-tier verkassen. Weet je waarom? De Hoogvliet heeft, als jij de zelfscankassa uitkomt, niet een prullenbak nadat je het hekje door bent. En dan heb je dat bonnetje. Ik denk dat je de FT eraan moet maken, man. De AH to go. Nee, co-op, sorry. Co-op. Deze heb ik niet, dus die is aan jou. Co-op is een makkelijke B-tier. Zelfscankassa? Nee. C-tier. Nee, je hebt negatief biased op de Aldi, ben jij. Je bent een Aldi-hater, ben jij. Dat klopt. En ik ben het ook lichtelijk naar de Lidl, maar de Lidl heeft tenminste goede shit. Ik kies de Aldi over de Lidl elke dag van de week, jongen. En ik zal de Lidl boven de Aldi zetten, 100%. Maar dat komt omdat de Aldi stinkt. Nee. En de enige reden waarom die nu in de C-tier zit, is omdat ze leuke grapjes maken. Ja, ja. Nou, weet je, dat heeft een Lidl niet. Wat mis jij bij de Aldi, wat de Lidl wel heeft? Noem even wat op. Ik moet eerlijk zijn, ik ga 90% van de tijd naar Albert Heijn, dus ik weet niet zoveel. Ja, nou, je bekt dan gewoon, joh, weet je wat? Ik zet Aldi boven Lidl, want Lidl, dat voelt me gewoon niet fijn. Nee, de Plus is echt een B-tier supermarkt. De Plus is letterlijk een soort van Albert Heijn en Jumbo, maar dan loopt het achter. Oké, luister, het is heel simpel. Plus was tijdelijk S-tier toen ze de dikke van de Plus hadden, ja? Ja. Toen is het slecht gegaan met de Plus. En daar zitten we nu. En nou... Albert Heijn to go, ik denk eerlijk... Ik denk vooraan B-tier. Maar als ik aan Albert Heijn to go ga, dan denk ik wel... Alle jezus, wat is dit allemaal duur. Ja, het is extra, het is nog duurder dan een Albert Heijn. Het is nou nog duurder dan een Albert Heijn. Het is gewoon alsof je in een tankstation dingen zat te kopen. Ja, precies. Letterlijk. Maar dan kan je net zo goed naar bij een 5-sterren restaurant uit eten gaan. Want dan krijg je net zoveel voor dezelfde prijs. Ja, nee, ik zou hem wel onder de FOMAR zetten. Ik ben het helemaal niet eens. Je zegt het ook en ik denk... Puur om de reden, omdat de FOMAR veel meer producten heeft. Ja, nee, oké. Okay. Ja, ik snap hem. Mooi, top. Oké, okay. Ik denk dat we dan... Zijn we dan compleet? Ik denk dat we echt compleet zijn, eerlijk gezegd. Ik ben wel blij dat Albert Heijn bovenaan staat. Moet ik heel eerlijk zijn.